8 auto's volledig uitgebrand dus in 6 dagen tijd. Maar dat is niet de enige schadepost, want veel auto's die naast uitgebrande auto's stonden, hebben ook schade. Zoals hier in Klein-Brabant. Aan de andere kant van het dorp schrok Tristan Becks toen hij hoorde dat zijn 6 weken oude Fiat Panda in brand stond. Ik werd wakker van mijn vader en moeder die eigenlijk roepte van God, er staat iets in de brand. En we hadden al een paar keer meer meegekregen dat er branden waren in Vught. En ik ben uit bed gesprongen en mijn kleren aangetrokken. En mijn broer die kwam naar me toe van, joh, ga niet naar buiten, want jouw auto staat in de brand. Ik zeg, ja, dan juist wel. Dus ik ging naar buiten toe en was het al te laat, helaas. Ook bij andere buurtbewoners zit de schrik er goed in. Het is natuurlijk wel afwachten, want zaterdagavond was de eerste en nu de tweede. Dus we worden een beetje onrustig. Van, wat moet je nou s'nachts? Ja, want het is elke keer op onmogelijke tijdstippen volgens mij. Ja, en je kunt er bijna niet tegen waken, want het is zo snel gebeurd. En je moet gewoon slapen. Hè? De autobranden worden niet in één wijk gepleegd, maar door heel Vught. De politie heeft nog geen flauw idee waar ze moeten zoeken. Het is heel lastig. Zeker bij autobranden is dat altijd heel lastig, omdat ook door de brand veel sporen vernietigd worden. We hopen daarom ook dat mensen die iets verdachts gezien of gehoord hebben en die dat nog niet gemeld hebben bij de politie, dat ze dat alsnog bij ons gaan doen. Ja, want alle informatie is bruikbaar om de dader of daders op te sporen. Grote vraag in Vught is, waarom doet iemand zoiets? Het kan een persoon zijn die aandacht vraagt, dat kan ook, en hierdoor dan aandacht krijgt. En vooral als hij het dan meerdere keren op in een bepaald aantal uren doet. Er zal wel iets los zijn bij deze man of persoon. Het zal nog niet meevallen voor de politie om de pyromaan te pakken. Ja, het is altijd heel lastig om brandstichters te pakken te krijgen. Maar het verleden leert dat het niet onmogelijk is. En wij zijn vol vertrouwen dat we de dader of daders gaan pakken. De politie neemt extra maatregelen, maar kon daar nog niets over zeggen.